Het toeristische informatiepunt, het voormalige agentschap van de VVV bij de Weijer, gaat per 1 november op slot. Met gemiddeld 15 bezoekers per dag is de openstelling niet rendabel meer. De vrijwillige groeters worden niet dakloos, want cultureel centrum De Weijer blijft een toeristisch informatiepunt. Voor een foldertje of andere informatie kunnen bezoekers straks aan de balie van het cultureel centrum terecht. De gemeenten in het land van Kuik hebben een contract gesloten met het regionaal bureau voor toerisme. De kantoren verdwijnen en informatiepunten bij ondernemers komen ervoor in de plaats. Groeters blijven actief en leiden bezoekers langs de mooiste plekjes in de Kernboksmeer. Uitvalsbasis blijft het gebouw van De Weijer.